Greet Ruffaar, een komedie. Was dat lang geleden voor jou? Ja, het was lang geleden. 2 jaar en 2 maanden dat we mogen spelen hebben. Hè. Dus door corona zijn we stilgevallen. Zoals zoveel dingen. En jammer genoeg heeft dat veel te lang geduurd. Dus eindelijk weer. Want jullie stonden met dit team eigenlijk klaar in maart 2020 om iets op de planken te brengen. Hè? Ja, dat klopt. We zijn gestart 9 maart met de repetitie van Kiribit. En 13 maart was het gedaan. Hè? Dan alles ja, zwart voor ons. Hè? Geen werk meer. Ja, hoe heb jij die periode overleefd, zal ik maar zeggen? Heb jij dingen kunnen doen in die periode? In het begin vond ik het wel eigenlijk plezant. Tussen aanhalingstekens dat het even rustig werd. Ik heb nog opnames gehad voor thuis. Ik heb nog een paar opnames gehad voor Like Me. Voor het vierde seizoen. Maar uiteindelijk begon dat toch wel wat door te wegen. Zo. Dan begon je toch dat theater te missen. Verder heb ik gewoon thuis in mijn tuin bezig geweest. En mijn familie ontzettend gemist, omdat we elkaar niet mochten zien. Hè. We mochten niet bij elkaar op bezoek gaan. En eindelijk terug een beetje een normaal leven nu. Hè. Dus. Je hebt ervan genoten, maar ik moet zeggen, je kostuum op dit moment, de ski-muts zal ik het maar noemen, het zit je als gegoten. Dankjewel. Maar het is een heel leuk stuk om te spelen. Het is tempo, niet gemakkelijk, maar een heel, heel leuk stuk om te spelen. En de mensen amuseren zich, dus ja. Zeg, wat staat er nog op jouw agenda? Heb jij hierna nog projecten lopen? Nee, nog niet. Ik ben nog altijd ambassadrice van Meyerlin en van Biosil. Maar verder op dit moment nog niet. En ik vind het wel goed dat na dit, het is een hevige repetitieperiode geweest. En we gaan nog een tijdje spelen. Misschien komt er nog iets uit de bus. Maar alles is ook opgeschoven door wat er gebeurd is. Dus ik zie wel. Ik ben ook al niet meer zo piep. En ik doe het gewoon rustig aan. Als er iets komt, fijn. Als er niks komt, ook goed.